Nu heb ik iets ontdekt. Met deze tip krijg je meer dan een maand gratis toegang tot Skillshare. Het kost niks. Je bent ook niet verplicht van te verlengen of zo. Dus echt volledig gratis. Je moet wel natuurlijk niet vergeten verlengen. Annuleren beter, want anders gaat alsnog met kosten zitten. Voordat ik uitleg hoe dat je het doet, zeker hieronder abonneren als je deze tip handig vond. En laat zeker ook commentaar na als het voor u wel of niet gelukt is enzovoort. En wat dat je misschien interessante cursussen vindt op Skillshare. Deze video is totaal niet gesponsord door Skillshare. Dus iets dat ik gewoon zelf... Ik was eigenlijk op zoek naar cursussen rond... niet zozeer fotografie, maar wel maken van video. En dan vooral niet technisch, maar zo storytelling. Zo dat soort dingen was ik naar op zoek. Omdat ik me daar wel wat in verdiepen. En je kunt, als je op de website gaat kijken van Skillshare, daar kun je eigenlijk, dat is een betaald platform, maar je hebt wel een deel gratis en een deel premium, wat dan betaalde cursussen zijn. Als je toegang wilt tot alles, dan moet je een account aanmaken, waar dat je ook via PayPal of je creditcard of zo ook een betaling per maand, ik weet niet wat het exacte bedrag is, het is iets van rond de 10 euro denk ik per maand dat je betaalt. En dan heb je tot alles toegang. Ze hebben heel veel goede cursussen. Ik zal zelf ook op het einde van deze video een paar van mijn favoriete cursussen dat ik al gevolgd heb ondertussen linken. En standaard krijg je, als je je aanmeldt, krijg je 14 dagen gratis bedenktijd. Dus je moet wel via je creditcard of je PayPal moet je wel een betaling opzetten, maar je hoeft nog niet te betalen vooraleer die 14 dagen verlopen zijn. En als je binnen die 14 dagen, je krijgt ook nog een waarschuwing op het einde, als je op tijd annuleert, dan heb je effectief geen kosten. Dan heb je 14 dagen, 2 weken, waarbij dat je kunt gratis gebruik maken van het volledige Skillshare platform, dus dat je alles kunt verkennen, ontdekken. Er staan heel veel cursussen op, het is heel uitgebreid. Zoals met alles staan er goede en minder goede dingen op. En ik denk, het is vooral de moeilijkheid, vind ik persoonlijk zelf, als je een cursus begint. Ik doe dat zelf op mijn telefoon, met een koptelefoon ook. Ik ga zo ook de app laten zien. Het gemakkelijkste ook bij iOS is dat je bijvoorbeeld, stel dat je gewoon een... stel dat je hier nu, ik ga even... Dat is een iOS feature waar je dan kunt gewoon... Kijk, je ziet van onder. Je ziet de verschillende hoofdstukken kunnen zien, dus je kunt heel gemakkelijk naar een volgende hoofdstuk gaan. En dan een trucje voor op iOS zelf, als je dan bijvoorbeeld naar de Note app gaat. Kijk, dan normaal kun je dat net zien. Dan blijft die video daarboven in een venstertje dat daarboven blijft drijven. Blijft dat daar afspelen. Dus zo kun je eigenlijk een video afspelen terwijl je ook notities neemt. Binnen de Skillshare app en platform zelf heb je ook opties om notities toe te voegen en zo. Dus dat kan ook altijd. Maar, niet de truc dat ik wou vertellen. Ja, als je dan... Op gelijk wat moment krijg je ook een mailje in je inbox waar je kunt gemakkelijk van dank u dat je aangemeld zit met het premium Skillshare platform enzovoort. Als je daar dan annuleert en je klikt verder, als je dan effectief op cancel duwt, op een bepaald moment, ik heb een screenshot, ik zal delen, zullen ze dan ook nog vragen van, oh wacht, zijn je zeker dat je wilt annuleren? We geven nu nog een maand gratis het abonnement en dan kunnen we daarna nog zien. Dus dan heb je eigenlijk meer dan een maand. Ik heb het nu verlengd en ik kreeg tot... De eerste keer dat ik moet betalen is 1 februari. En we zijn nu, het is bijna kerst, 23 december zijn we nu. En ik heb al een kleine week, ik heb iets meer dan een week al mijn gratis abonnement. Dus dat zijn die 14 dagen plus dan een maand. Dus zo kun je vrij lang gratis op Skillshare allerlei cursussen volgen. Juist, ik ging nog een paar cursussen erbij steken ook. Ik zal hier nog een paar cursussen linken dat ik zelf volg. Hè.